Hoe zou het zijn als je vandaag gewoon in het licht stapt? En in het licht stappen klinkt alsof het buiten je ligt. Maar in bewustzijn blijft van wat je werkelijk bent. Hoe zou het zijn als vanaf vandaag de verhalen in ons leuk zijn voor een boek, maar niet meer voor je hoofd? Hoe zou het zijn? Hoe zou het zijn om in je hart te zijn en gewoon te blijven? Onvoorwaardelijk. Dus niet dat je de hele dag hoeft te glimlachen. Niet dat je geen emotie meer hebt. Maar dat je in je hart blijft, whatever happens. Ook als dat even weg is. Toch. Er ligt zo'n idee in ons. Dat dat iets is voor later. Er ligt zo'n idee in ons dat we eerst nog ergens van af moeten. Voordat. Er ligt zo'n idee in ons omdat we nog zo graag iets te doen willen hebben. Want wat moet je zonder? Wat moet je zonder? Zonder dat obstakel, wat je er zelf net neer hebt gezet. Zonder dat obstakel, hoe zou het zijn? Kijk eens of je er een heel klein beetje in kan. Misschien toch. Gewoon nu. Stel je voor dat er niks meer te doen is. Dat je simpelweg hier bent. En dat je voelt in je lijf dat je daar inzakt. Dat je niet alleen maar hoog ergens in je systeem zit en denkt, oh ja, zou fijn zijn. En dat je voelt dat dat zo tot in je bekkenbodem kan landen. Je dat bent. En dat je dat ook bent met je ogen open. En helemaal aanwezig.
gewoon dat bent. Zou je ogen open willen doen? Maar je aanwezigheid is vandaag van belang. Je aanwezigheid. Je voelbare aanwezigheid in lichtheid. Zodat je denkt, Ja, ik ben verrast omdat ik daar aan ben. Oké. Wat vandaag voor mij over gaat, is dat we daar zijn in openheid. In delen, in naar buiten ook. Waarom ik dat zeg, is omdat het op deze manier en afgesloten van buiten veel makkelijker is dan op deze manier. En in hier zo zijn, is de kunst niet. Hier zo zijn wordt al een beetje lastiger, maar dan ook nog zo zijn naar buiten toe. En niet dat je de hele dag zo loopt, een tikkeltje vermoeiend, maar je snapt de beweging. En doorzie alle bewegingen van het ik, om het klein te houden, om het hier te houden, om het gezellig te hebben van binnen. En in plaats van helemaal te leven wat je bent, echt helemaal. En dat is soms dit, maar ook dit. En als dit kan, dan kun je ook weer zo. Dan kan er eigenlijk alles. Ik was eigenlijk aan het voelen van dat het dan dus iets verandert op het moment dat ik je ogen open. Kom even hier als je wil. Dit is een wezen. Ik ken wel wat je zegt hoor. Mm-hmm. Het was een beetje een experimenteren met mezelf. Ik voel van, inderdaad, hier is het niet zo moeilijk. Op het moment dat er open, dan onmiddellijk valt er een, ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar dan is er een shift. En als we deze shift nou eens niet vastpakken, gewoon hier nu, helemaal aanwezig zijn. En in het hart. Is hem dan, hè? En ook dit is niks. En ook dit is niks. Laat gaan. Maar het ontroert, het is veel. En hier gaat het om. Hold on. Open up. Helemaal. Ja, zeker. Who cares? En je hebt zoveel oefenmateriaal, kijk eens. Het smelt hierin, smelt hier helemaal in. Ja. Als je dat al zegt, dan wordt die doen er al weer. Oh ja, ik moet het doen. Smelt is niks doen. Nee. Nee. Laat de doen er maar denken, is geen probleem. Ja, dat hè. Dat is een taak. Is oké. Okay.
Ja, die. Ja, dat hoeft ook niet. Klaar. Dat smelten klinkt wel fijn. En dat gebeurt terwijl je alles gewoon doet en open blijft. Smelten betekent niet, ik moet gaan zitten en wachten tot het gesmolten. Nee. Als de zon doorbreekt, smelt het vanzelf. Maar het is toch weer die zo'n innerlijk toertje die dan, oh ja, dan moet ik iets snappen. Ik moet begrijpen. Wie vindt het boeiend wat er nu komt? Ja. Ik. Het bijzondere is, ik vind die dingen interessant en wil zich laten zien, maar je komt hier niet om als ik gezien te worden. Je komt hier om gezien te worden in wat je werkelijk bent. Je komt hier om jezelf te zien, te voelen, te ervaren in wat je werkelijk bent. En die hoofdrolspeler die steeds vooraan op het toneel wil. Oh. We kijken gewoon niet meer naar het toneel. Daaromheen is zoveel meer ruimte. Wat moet ik dan nog zeggen? Ja, niks. Nee, als er niks te zeggen is, zeg niks. Niks. Voel.